gescoord in de Zara sale. Deze was letterlijk 19 euro. Dus ik ben er heel erg blij mee. En het is ook van de Zara. Ben ik ook heel erg blij mee. En wij gaan nu gewoon een paar vrienden ophalen. En dan gaan we lekker samen eten. Dat is een beetje de planning van vandaag. En waarom wij er zo uitzien. Wij willen heel graag heel mooie foto's vandaag. En we zijn al Polaroids aan het maken. Oh, dit is echt zo cute. Kijk dan. Ik had echt niet verwacht dat deze mooi zou zijn. Leuk. Ik heb deze net in de auto gemaakt. We wilden vandaag heel graag mooie foto's van maken. Je wordt straks voor je. Oh, dit is echt cute. Beetje op de markt lopen. Dat is wel een beetje awkward, deze outfit. Oh, sorry. Dit doet me wel een beetje denken aan vroeger. Waarom? Ja, gewoon op de markt. Weet je hoe lang we niet op de markt zijn geweest? Ik praat echt over fucking werk veel, 6 jaar geleden of zo. We zijn net thuis. Echt een lekker middagje gehad. We hebben heerlijk gegeten, hè, hon? Lekker. Toetje was ook echt super lekker. Ik ga heel snel het jurk uitdoen. Want ik wil eigenlijk weer mijn Adidas joggingsbroek aan. Even lekker chillen. Daarna moet ik even een paar papieren regelen samen met Nessie voor de makelaar morgen. Want morgen gaat er ook iets heel spannends gebeuren. En morgen hebben we ook nog een meet and greet bij Pathé. Morgen hebben we het ook echt best wel druk. Ik ga gewoon even een relax outfitje aandoen. We hebben dus net samen met de katten een foto gemaakt. Vonden ze niet zo leuk. Een stuk om deze foto's. Nessie met Dinar en ik die we aan het klaarmaken is voor vandaag. Ik zeg eerlijk, we moeten echt investeren in polaroidfoto's. Met de vuile was hier op achtergrond. Super mooi. We kunnen hier echt een hele leuke foto maken. Ik vind het wel echt een heel leuke foto. We zien er nu ongeveer zo uit. Lekker in onze trainingsbroek. Oh, heerlijk dit. We gaan even richting Hon. We gaan daar even chillen en ons papierwerk regelen. En dan is het eigenlijk een beetje. We zijn echt super mooi. Deze foto echt zo cute. Met Lira en Dinar. Ik ga stuk. Dit is de beste foto ever. We hebben eigenlijk de rest van de dag de hele tijd bij Honi lopen chillen. Het was echt super gezellig. Het is nu rond 7 uur en we zijn net vertrokken. En we hebben een beetje honger. Terwijl ik net ook nog chips heb gegeten bij Hon. Vandaag was niet zo'n goede dag qua eten. Nee, dat maakt niet uit. En morgen wordt het ook niet zo'n goede dag. Want we hebben morgen ook nog paté. Dachten we, die zon is echt zo heftig. Let's go to the McDonald's. Wat ga jij nu bij de Mac? Dat weet ik nog niet. Ik weet het ook nog niet, zo spannend. En ik heb mijn nepwimpers eraf gehaald. Ik had voor de verandering weer eens nepwimpers op. Maar ik kreeg weer irritatie aan mijn ogen. Dus ik heb ze lekker afgehaald. En dit is de best feeling ever. Maar vandaag, ik hou nog meer van jou. Zo lief. Nog meer. Nog meer. Hey, wij zijn aangekomen bij de Mac. Ik weet nog steeds niet wat ik wil. Even kijken hoor, Nes. Wat wil ik? Ik vind het eigenlijk zo dat er heel weinig keuze is. Ja, laatst is een beetje gaar, hè? Ja, ik wil echt dat er weer nieuwe burgers komen. En ik mis de chicken sensation echt zo erg. Het is dus lang geleden, maar ik ben vandaag voor een McChicken gegaan. Oh. Het is echt lang geleden. Maar ik had echt absoluut geen zin in een Big Mac. En dat is echt wat ik normaal altijd neem als ik naar de Mac ga. En ik ben zo blij, what the fuck. Wij hebben onze Mac bestelling. Ik ga alvast friet eten. Dus we moeten een goede parkeerspot aanzoeken. Waar we lekker chill kunnen eten. Zo. Het is tijd om te vreten. Yes. Hoe heb ik het heel gezien? Hier, frietsaus voor jou. Dankjewel. Met friet. Nee, nee, niet zo geven. Oh, oh. Ja, doe maar. En dan geef maar die burger dan. Even kijken. Je ziet net mijn buik niet, dat vind ik wel prettig, man. Hier. Ja toch, ja toch, ja toch, ja toch. Ik heb dus voor vandaag een Mac Chicken. Ik heb er echt heel veel zin in. Dames en heren, ik wil even een trucje laten zien. Deze kennen misschien al. Maar hier,
friet. Dat is echt geen trucje meer. Doe je hierin. Dat is echt geen trucje en dan meer. Ziet het zo dat is echt geen. Ik ken echt letterlijk iedereen. Ik hoop dat iedereen het kent. Dat is mijn trucje. En je kan ook nog een hoekje zoeken voor je frietsaus. Zie je dat? Oh, ik heb hier best wel veel zin in, want ik heb het echt zo lang niet gehad. Zo, ik voor de week. Ik hoop niet dat het weer ja, teleurstellend zal zijn. Nee. En? Doe je nou je troep bij mij? Nee. Nou. Jij hoeft het bij mij te doen, hè? Nee, ik ga hem daarin gooien. Dat is echt zo. Mm. Jij kan mij nadoen dan. Dit kent echt letterlijk iedereen. Sorry hoor. Plaats hieronder. Kennen jullie het trucje of niet? Dit is echt, niemand doet jouw naam. Blijf niet zitten, wat de fuck is dit? Ik heb trouwens als frisdrank cola en Nestle Milk ijsthee. Ik vind het echt raar. Waarom is dat raar? Als je ijsthee pakt bij McDonald's. Is mijn mond vies? Godverdamme. Vond je het leuk vandaag? Heel erg leuk. Jij? Koek. Echt leuk. Grappig. Grappig en leuk. Ja. Ja, onze humor. Hé, hey, deze McChicken. Ik heb echt lang geen McChicken gehad, maar ik vond het echt eigenlijk best wel lekker na de lange tijd. Ja? Ja. Gewoon niet te veel poespas. Nou, simpel. Mm-hmm. Soms is dat gewoon lekker, weet je wel. Dit is zeg maar weer zo. Vandaag is zeg maar weer zo'n moment. Mm-hmm. Als je over 5 jaar gaat zeggen, weet je nog? Dit is een van die hoogtepunten. Mm-hmm. Je hebt vaak van die hoogtepunten die vaak die zeg maar bijblijven toch als je relatie. Mm-hmm. Ik heb trouwens een vraagje voor jouw mensen. Voor de mannen? Jouw mensen. Mm-hmm. Zou je het leuk vinden? Mm-hmm. Sorry dat ik smek terwijl ik dit zeg. Smek. Ja. Zou je het leuk vinden als ik en Meer een boek zouden uitbrengen met ons liefdesverhaal? Dat is wel een goeie. Ja. Daar ben ik echt naar benieuwd. We hebben heel veel verhalen uit onze relatie die wij nog nooit hebben verteld of op de manier waarop dingen zijn gegaan. We hebben zeg maar echt een heel apart liefdesverhaal. Ja. We hebben echt een verhaal. Dat is wel echt grappig. En we hebben echt gewoon ons verhaal, daar kan gewoon een Bollywood film van worden gemaakt. Met een lach en een traan. Oh, ik was zo stuk. Oh mijn god. Oh, what the fuck? Mijn hele eetlus is betaald. Net zo ging een tijdje naar theatershows en shit. Elke keer dan voor de camera gevraagd aan hem van en ik was er erbij en ze zei van ja, wat vond je van de show? Ja, ik heb een lach en een traan. Ik denk van what the fuck? Besef, als je het vertelt is het niet eens grappig, maar laat me hieronder inderdaad weten als er interesse daarvoor is, want wij zouden het echt heel erg tof vinden en we willen eigenlijk sowieso ons verhaal ergens kwijt, want we hebben echt, weet je het is? Ik kan het zelf niet zeggen, maar wij hebben best wel een heel apart, uniek verhaal. En het heeft te maken natuurlijk ook met wij twee culturen, twee afkomsten, twee religies. Trouwen alles. En de manier waarop. Weet je hoe het allemaal is gegaan? Is zeg maar niet per se wat wij uitstralen op social media. En het lijkt ons gewoon tof om dat gewoon in een boek te verwerken. En dan gewoon met onze allemaal oude foto's, gewoon ons plekken waar we misschien hebben gedate. Van A tot en met Z gewoon. En ja, dat een beetje. Laat maar weten.